heel vaak wordt er toch wel gedacht dat volleybal, beachvolleybal echt wel heel erg op elkaar lijkt en vrijwel identiek is. Maar er zitten toch wel grote verschillen. Ja, met name natuurlijk door het zand. Maar ook met alle omstandigheden die erbij komen kijken. De zon, de wind. Ja, en daarnaast is het gewoon, je staat met de tweeën, dus mentaal is het echt wel anders. Je kunt echt opgezocht worden en je hebt niet een coach of die je af en toe kan helpen. Wel tijdens trainingen, maar niet tijdens wedstrijden. Ik vind dat het echt, ja, echt een groot verschil is. We zitten sowieso wel op één lijn qua humor en karakter een beetje. Dus het is sowieso gezellig. En nou ja, ze is lang, dus ik heb een lange blokkeerster nodig die je veel tegenhoudt. En ja, qua energie zitten we ook wel een beetje op dezelfde lijn. Dus dat past wel. Is het dan lastig dat je nog niet meteen bij de wereldtop hoort? Nou ja, het is ook wel realistisch natuurlijk. Misschien is het ook wel gek als ik ineens als een volleerd beachvolleybal hier zou staan. Het is misschien ook niet echt een heel goed teken voor het beachvolleybal. Ik had het natuurlijk wel gewild dat het van het een op ander moment zomaar vanzelf allemaal helemaal goed ging. Ik denk ook dat we daar gewoon hard voor moeten werken samen. Het is altijd wennen met een nieuwe partner. Je bent twee nieuwe personen, je moet elkaar leren kennen en je moet op elkaar ingespeeld raken. Dus het is altijd even wennen, maar dat hoort erbij. Ja, het doel is in eerste instantie deze zomer gewoon vlammen. Zorgen dat er een piek in zit en in blijft eigenlijk. Het droomdoel is zeker om in Tokio te staan in 2020.